Teletext en geen 14 mei 2017. Verloren en gewonnen. Feyenoord kampioen, feest in Rotterdam, kampioenschaal uitgereikt. Kortom, Feyenoord heeft gewonnen. En Roger Knor, gasten, het werd ook wel eens weer eens tijd, toch? Nou, gefeliciteerd dan maar, kampioenen, FC de Kampioenen, dat is een Belgische serie, dat terzijde, kortom, gewonnen en niet verloren. Aankomst, oh god, 3, niet 1, op Schiphol. Dit meidenclubje had niet gewonnen, maar verloren. Kortom, helaas verloren, maar ja, dat krijg je als je maar een klein kikkerlandje bent, dan komen er niet zoveel stemmen op jou terecht. Portugal had gewonnen en vandaar gewonnen en verloren, desalniettemin. Verkiezingen Noord-Rijn-Westfalen, dat is om de hoek om het maar zo te zeggen. En het is nog steeds niet bekend wie er nou gewonnen of verloren heeft. Het gerucht gaat dat Merkel en Co, oftewel Das Merkel, heeft gewonnen. Maar dat zullen we nog wel even afwachten. Niet waar? Macron geïnstalleerd als president, dat was voor zover mij bekend niet op het 6 uur journaal, maar toch, si je t'es président, je suis président de la République. Enfin, deze man heeft duidelijk gewonnen. Roddels en achterklap. Kinderen halen 6 ton op voor haaien, teletextpagina 121. Hebben 621.870 euro opgehaald in de ZAP-actie Zap Your Planet van Wereld Natuur Fonds en ZAP NPO of zoiets. Duizenden kinderen hadden geld ingezameld door bijvoorbeeld limonade te verkopen en brachten vandaag, de slotdag van de actie, al het geld naar Hilversum. Opbrengst wordt gebruikt om bepaalde zeegebieden meer haaivriendelijker te maken. Ja, ja, van 1 dolfijn naar 1 haai of zoiets. Oh nee, van 1 goudvis naar 1 haai en wie weet nog wel verder. Niet waar? Kortom, de haaien hebben gewonnen. Shark, shark, shark. En dat is een spel en dit is geen sluikreclame, maar dat is gewoon een leuk spel. Noord-Korea vuurt opnieuw een raket af. Teletextpagina 129. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Nu vraag ik mij persoonlijk af waarom dit soort berichten altijd op teletext komen. Iedere keer wanneer Frankrijk een raket afvuurt, wordt dat niet vermeld. Ook niet wanneer deze raket in het ziekenhuis in Syrië raakt, dus ik vraag me af, what the fuck is dit allemaal over, oftewel about. Over rakettesten van China, Rusland, Japan, Israël, Amerika, India en Pakistan wordt nooit wat vermeld en wie weet wie er nog allemaal meer raketten afvuren. Kortom, deze ronde heeft Noord-Korea gewonnen. Foutje Google Maps trekt toeristen, teletextpagina 410. Osmorg, ooit van gehoord? Ik denk het niet, maar sinds binnenkort in dit Noordse dorp valt weinig te beleven. Of toch wel, want sinds binnenkort komen er vrij veel toeristen. Dit komt door een foutje in Google Maps. In Google Maps staat dat er een beroemde preekstolen staat. Dat betekent uiteraard preekstoel, maar dat hadden jullie al door, want zoveel verschilt het Nederlands en het Noors nou ook niet. En sindsdien komen er hordes, oftewel blikken, Japanners, Chinezen en Amerikanen naar het plaatje toe. Die vinden het daar prachtig en mooi, zo'n leuk oud rustiek dorpje in Noorwegen. En de bewoners vinden het ook prachtig. Kortom, Postmork heeft gewonnen.